Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Als je mij een tijdje volgt, hè, mijn podcast, dan weet je waarschijnlijk wel dat ik geen script heb. Dat ik niet van tevoren bepaal waar de podcast over gaat. Maar dat ik meestal door iets wordt getriggerd of geïnspireerd, kan ik het beter zeggen. En heel vaak zijn dat klanten van mij of gaat het om, ik noem het dan heel vaak, mijn eigen proces waarin ik zit of iets wat ik zelf meemaak. En heb ik een inzicht of ik gebruik een bepaalde methode of techniek die werkt en dan voel ik heel erg de drang om dat te delen. En dat is ook wel, misschien ken je Simon Sinek wel, van Start With Your Why. En dat is heel erg in lijn eigenlijk met je missie. En missie is zo'n containerbegrip, maar voor mij is dat wel heel kort samengevat natuurlijk. Ja, de reden waarom je doet wat je doet. En dat als je dat doet, dat het ook voelt dat je volgens je waarde leeft. En ook je kwaliteiten gebruikt. En jou als unieke persoon, om het zo te zeggen. En vandaag had ik ook zo'n moment en dacht ik, ja, ik voel heel erg die intentie om een video op te nemen in dit geval, die ik ook als podcast zou plaatsen. Maar ik weet eigenlijk niet precies waar het heen gaat. Maar ik weet wel, de reden waarom ik het wil doen is om jou, als jij dit luistert of kijkt, hoop en vertrouwen te geven. En hopelijk een beetje hou vast. En even een kort stukje. De afgelopen dagen merkte ik bij mezelf van, oh ja, ik ben eigenlijk een beetje de binding kwijt met waarom ik, nou niet per se waarom ik podcast en waarom ik video's opneem. Maar ik was de binding even kwijt met voor wie ik het doe en wat de impact daarvan is. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik krijg van jullie, van heel veel van jullie krijg ik persoonlijke berichtjes. En veel van jullie komen op een gegeven moment als klant bij mij in de praktijk. Omdat het toch vaak is wat ik hoor van, doordat ik jouw podcast heel erg lang luister al, want vaak is dat zo. Ja, dan krijg ik gewoon echt een gevoel dat ik jou ken en ik raak vertrouwd met je. En dan voel je, hè, of er een klik is of niet. En dat is vaak in samenhang met het lezen natuurlijk van mijn website. Dus ik weet van veel van jullie wel waarom jullie mijn podcast luisteren en waarom jullie mijn video's luisteren of bekijken. En ook wat het doet, wat het je brengt. En ik ben zelf ook een fervent podcastluisteraar en videobekijker. Nou, dat heeft denk ik niemand op zijn Instagram staan. Videobekijker. Maar je snapt wat ik bedoel. Dus ik weet voor mij ook dat een podcast iets wat iemand zegt, kan je net even wat inzicht geven of hoop of de inspiratie om een bepaalde actie te doen die waar je naar op zoek was, maar je wist het even niet. Of het is ook vaak een stukje herkenning en erkenning, hè? En een stukje energie. Soms is het ook niet per se alles de inhoud, zeg maar, wat mensen zeggen, maar ook de energie die iemand meebrengt. Dus ik weet zelf ook heel goed wat de toegevoegde waarde daarvan is, om het zo te zeggen. Maar ja, het klinkt nu echt heel raar misschien. Ik weet ook niet hoe ik het moet zeggen, maar ik ben natuurlijk al best wel lang aan de podcasten. En als ik dat elke dag gewoon doe, dan kom ik ook in de Nederlandse top zoveel lijst en de Belgische top zoveel lijst. Eigenlijk van Nederlandse podcast, maar ook Amerikaanse podcast. Nou, maakt allemaal niet uit wat erin zit, maar dan kom ik hoog in de charts, zullen we maar zeggen. Dus ik weet heus dat de podcast veel geluisterd wordt. En ik hoor dat ook van heel veel mensen. Maar nogmaals, het klinkt een beetje idioot, ik weet het. Maar op een gegeven moment raak je daar ook een soort van aan gewend. En zat ik denk ik een beetje in de fase waarop het vanzelfsprekend werd. En niet vanzelfsprekend in de zin van dat ik het niet waardeer en dat ik er niet dankbaar voor ben. En dat het, dankbaar is misschien het goede woord. Dat ik dat kan betekenen. Maar het wordt een soort van gewoon of zo, ja. Ik had het ook met toen ik ging beginnen van mezelf, dacht ik, toen ik nog in loondienst was, hoe ga ik klanten krijgen? Dat ik echt dacht, en in het begin zat ik echt vernieuwen om te kijken of er nieuwe mailtjes binnen waren gekomen en aanvragen.
En er komt op een gegeven moment zo'n moment dat je, je voicemail in laat spreken of een wachtlijst hebt. Of dat je denkt, oh mijn god, hoe ga ik dat nog allemaal plannen? Dan is het eigenlijk een soort van gewoon geworden dat iedereen je maar weet te vinden. Ik weet nog wel, in het begin had ik een Google advertentie, heb ik nog steeds hoor. Maar dan moet je targeten. Dan moet je eigenlijk bijvoorbeeld ook aangeven binnen welke straal van jouw praktijk, zeg maar, wil je dat de advertentie getoond wordt. En in het begin dacht ik, ik doe gewoon Apeldoorn en ik weet het niet of het 10 of 15 kilometer eromheen was. En nou, op een gegeven moment dacht ik, oh ja, er komen eigenlijk best wel veel mensen. Laat ik eens een keertje zeggen 40 kilometer eromheen. En op een gegeven moment dacht ik, ik pak Gelderland gewoon. En waarom ook niet Drenthe? En op een gegeven moment dacht ik, ik target gewoon op heel Nederland. Want toen kwamen ze, ik heb vooral veel klanten, dat is heel grappig ook wel, die meer vanuit het westen, Rotterdam, Den Haag, Friesland, Limburg, kleine plaatsjes in Brabant, België, die gewoon hier naartoe komen. En daarna ben ik België erbij gaan pakken. En ik heb heel veel Belgische klanten. Hè. De meeste doen online, maar er zijn ook wel mensen die hier naartoe komen. Een hotelvernachting bijvoorbeeld boeken. Maar in het begin had ik dat natuurlijk nooit kunnen bedenken. En op een gegeven moment wordt het normaal. Nogmaals, het impliceert niet dat ik niet dankbaar ben. Want dat ben ik nog elke dag. Ik ben nog steeds gewoon super fijn. Want ja, die mensen komen bij je. Met name omdat ze een klik met je voelen. Ja, want dat is het belangrijkste. En natuurlijk moet je een goede coach zijn. Maar ik ben niet voor iedereen een goede coach. Laten we het zo zeggen. Zeker niet voor mensen die geen klik met mij voelen. En ook niet voor alle vraagstukken. Maar dat even terzijde. Maar het wordt een soort van nieuwe norm. En ik had dat een beetje met mijn podcast en video's. En zometeen gaat het over jou. Hè? Want dat is natuurlijk de intentie. Maar om even aan te geven. Ik merkte dat voor Mindshifters was ik heel erg bezig met het opnemen van filmpjes. Om de Plugin Guide. Dat is een betaalde podcast serie. Die je gaat kijken. Bijvoorbeeld als je moeite hebt om te zeggen wat je echt vindt. Omdat je lastig vindt dat andere mensen misschien daar iets van zullen vinden. Of misschien is het wel dat je juist iets vindt wat compleet afwijkt. Als je kijkt naar andere mensen, vind je het lastig, vind je het moeilijk om nee te zeggen. En ik weet waarom ik die heb gemaakt. En eerlijk gezegd weet ik dat die gewoon goed is. Want dat kan ik naar zoveel ervaring natuurlijk op een gegeven moment ook wel zeggen. Maar ik ging een beetje in het verkopen zitten. Ik had een soort van bam missie. Ik moet dat veel verkopen en bla bla bla. Maar daardoor raak je een beetje de feeling kwijt met degene, jij, die de baat bij heeft. En dat had ik met de podcast ook. Van ik was even kwijt met, wat heeft het eigenlijk voor impact voor mensen? Wat hebben ze er ook alweer aan? Ik wist het wel, maar ik voelde hem niet meer. Kun je je dat voorstellen? Dan komt het niet meer zo goed binnen of zo. Dan vind ik het leuk als mensen dat zeggen, maar het is, ja. En dat is de reden. Vanmorgen kwam er iemand, mijn oudste klant is 78. En deze was, toen ze bij mij kwam, 73 zo, 74 bijna. En die luistert dus mijn podcast. En ik weet dat jij waarschijnlijk nu ook luistert. En ik was zo ontroerd. Heb je misschien helemaal niet in de gaten gehad. En misschien ook wel. Van de diepe bewondering sowieso. Diegene, als die kijkt, je bent echt een rolmodel voor mij. Dat je, ik vind het echt fantastisch dat je ook op zo'n leeftijd gewoon nog zoveel drive hebt en levenslust en wil leren, ontwikkelen. En ik vind het zo bewonderingswaardig. En ik vind het, ik kijk daar echt naar op. Dat stimuleert mij altijd heel erg ook om. Net als mijn buurman, die is in de 80 en die is nog van alles aan het doen en aan het ontwikkelen, aan het maken. Ik vind het zo inspirerend. Maar wat ik daarmee wil zeggen, ze vertelde, ik ga nooit in op de inhoud, hè, en niet dat mensen vertellen, maar ze noemde bepaalde podcasts, en nummers en de aantekeningen die ze had gemaakt en wat ze eruit haalt. Dat het ook een houvast is. En toen dacht ik, ah, maar nu voel ik hem weer. Ik voel weer heel goed en diep van binnen van waarom ik zoveel, idioot veel tijd steek in een podcast en video's opnemen. Omdat het moet.
Omdat het onderdeel is van de missie. En omdat ik weet dat ik ben eigenlijk alleen maar degene die ik zelf in mijn leven heel vaak had willen hebben. Of die ik zelf ook gewonnen heb. Vaak waren het bij mij in mijn tijd. Waren het vooral boeken. Maar ik weet hoe fijn het kan zijn als mensen dingen herkennen. Of je even op weg helpen. Of net iets zeggen waar je op dat moment zo erg behoefte aan had. En doordat ik dan met iemand zit in een sessie. En iemand is dan open. En die vertelt echt waar hij of zij mee bezig is. En last van heeft. En dat het geluk in de weg staat, dan wauw, dan voel je zo weer die betekenis. En ja, misschien denk je, wat heb ik hier nu aan te luisteren? Maar ik wil je maar zeggen ook van, ik denk dat, hoe moet ik dat nou zeggen? Poeh, ze zeggen ook altijd, het begint met het waarom. Dat zeg ik zelf ook altijd, hè. Maar soms kan een deel van jou in je bus het over gaan nemen. Zoals in mijn geval in die Mindshifters plugins. Is een deel van mij een pusher, denk ik. Die wilde bam bam zoveel mogelijk plugins verkopen. Maar dat kan, maar het klopt niet voor mij. Voor mij is ook dat mensen een bestelling doen in mijn academy of in Mindshifters. Is gewoon een gevolg. Ik ben helemaal niet zo van het verkoop. Ik verkoop mijn 1-op-1 coaching ook niet. Dat gaat als het ware vanzelf. Omdat het klopt. Omdat het gewoon klopt. Punt. Ik kan er niks anders van maken. En dan zie je dat een deel gaat zich ermee bemoeien. Maar dan voel je niet meer waarom je het echt doet. En daar ga ik zo meteen een bruggetje naar maken. Want daarvoor zit jij waarschijnlijk ook te wachten. Want ik wist niet waar deze podcast heen ging. Hè? Maar dat weet ik meestal niet. En misschien knip ik het stukje van hiervoor ook nog wel even eraf. Dan maak ik er twee. Dat is misschien wat handiger. Omdat ik weet dat jij die misschien nu zit te luisteren of te kijken. Ik weet niet waar jij zit. Ik weet niet hoe het met je gaat. Misschien verkeer je wel in een crisis. Misschien weet je echt niet meer wat je wil. Misschien zit je in een relatie die misschien jaren als het ware gediend heeft en begin je aan alles te twijfelen. En weet je het gewoon niet meer. En vind je het lastig omdat er zoveel speelt, omdat het niet alleen maar gaat over jou. Maar misschien gaat het ook over het schuldgevoel dat je hebt naar een partner. Het niet zeker weten of het goed is of niet goed is om te blijven of te gaan. Misschien zijn er wel kinderen bij betrokken. Misschien praktische zaken, zoals jammer, kom ik dan niet in een flatje 3 hoog. Niet mijn woorden, maar dat zeggen heel veel klanten, zeg maar. Ik heb heel veel relatiecoaching gedaan namelijk. Misschien overzie je het momenteel gewoon echt helemaal niet meer. Misschien gaat het wel alle kanten op. En misschien ben je inmiddels ook wel uitgeput. Want veel van mijn klanten zijn piekeraars, denkers en niet piekeraars. Piekeraars is misschien niet het goede woord, maar wel mensen die veel in het hoofd zitten. Die veel aan het denken, analyseren. Er zijn scenario's aan het uitdenken, zijn, maar vooral in het hoofd zitten. Misschien ben je inmiddels wel zo ongelooflijk moe. En heb je het gevoel dat je een beslissing moet forceren, maar dat je hebt geen idee wat nou goed is. Heel veel mensen zeggen ook, wat moet ik dat nou doen? Moet ik dit doen? Moet ik dat doen? Wat moet ik? En als mensen dat al zeggen, dan weet ik dat kan heel lang doorgaan, dat gemoed. Want je bent dan niet in contact met jezelf. En ik wil alleen maar zeggen, als je nu in een fase zit waarin je het niet weet, waarin het allemaal misschien te veel is, te overweldigend, misschien ben je wel super moe of uitgeput of heb je burn-out klachten. Ik zet wel even wat linkjes hieronder die echt niet alleen maar handig zijn voor jou, om te weten wat gebeurt in je brein en in je lichaam. En wat gebeurt er mentaal, maar ook in je bus. Want als je moe bent, kun je vaak geen heldere beslissingen nemen en weet je het ook vaak niet meer. En als je moe bent, kan je vaak ook niet aangeven wat jij nodig hebt.
je weet het vaak gewoon. Je weet niet wat je wil. En een ander kan vaak ook niet begrijpen wat er in jou gaande is. Dus ik zet hieronder bij even een paar linkjes over oververmoeidheid, burn-out klachten, het even niet meer weten, een kort lontje hebben, je in jezelf terugtrekken. Misschien dat je daar wat aan hebt, maar misschien, nogmaals, zit je in een soort van crisis of weet je inderdaad niet wat je wil of wat je zou moeten doen. Ik vergelijk het vaak met een verbouwing. Want heel vaak denken we, als de hele handel overhoop ligt en je weet het echt allemaal niet meer, het vliegt alle kanten op, dat dat niet goed is. Dat het niet goed met je gaat. Maar, en dat is natuurlijk ook wat mindshiften is, en dat is ook wel een kenmerk van mijn coaching, om dingen vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Vooral even een ander perspectief van het perspectief wat jou niet verder helpt. En als jij denkt van, het gaat niet goed met me, want ja, het vliegt alle kanten op en ik zit inderdaad in een crisis, en misschien ben je wel hartstikke moe, maar het wil dus niet per se zeggen dat het slecht is. Het is vaak een teken. Ik ga je zo meteen wat concrete voorbeelden daarvan geven. Ja, dat de beweging is, die snapte je ook wel, maar de verbouwing. Onze verbouwing een paar jaar geleden was mega rigoureus. Echt mega rigoureus. De vloer werd eruit gedrild. Echt, dat hoorden ze een paar huizen verder nog. De plafonds lagen eruit. De muren waren eruit. De ramen waren eruit. Het was mega. De hond zit naar me te kijken. Ik ga even kijken of ik je kan laten zien. Het is best wel grappig. Kun je hem zien? Oh, ik weet het niet hoor. Volgens mij slingert het beeld. Zie je? Die staat buiten. Die zit dus naar mij te kijken. Van, kom je ook buiten? Maar goed, dat gaan we zo meteen doen. Het is mooi weer. Maar hij zit maar dus de hele tijd aan te kijken. De verbouwing. Er was echt een moment. Hè? De vloer was er helemaal uitgedrild. En het was ook nog januari, februari. Het was koud. De druppels kwamen serieus uit mijn neus. Ik liep daar. En ik... had een externe locatie om te coachen. Sommigen gingen met mijn bos in. De koffiemachine, die stond bij ons in de slaapkamer. Dat was de enige ruimte waar de vloer er nog in zat en mijn praktijk dan. En alles stond op een andere plek. Maar dat bedoel ik eigenlijk ook met te zeggen. Als je in een soort transformatie zit, ergens heb je een beslissing genomen. Ofwel, er was een bepaalde urgentie. Of je had een verlangen om iets anders te willen in je leven. Maar vaak... Tenminste, de meeste mensen weten wel, het moet anders. Maar hebben nog geen beeld van, hoe dan wel? En dat is waar je misschien nu in zit. En waarom het zo moeilijk is. Want wat heeft ons door die verbouwing heen geloodst? Behalve dat we 2 weken naar een vakantiepark zijn gevlucht. Dan moet ik denken aan de klanten die dus naar een vakantiepark kwamen. Voor de coaching was echt heel leuk. Maar de reden waarom wij het konden overzien, ook al lag alles in puin en alles had een gekke plek en alles was anders en er liepen alleen maar mensen heen en weer hier en niks deed het. Maar we hadden het perspectief. We wisten waarvoor we het deden en wat het zou gaan worden. We hadden een beeld van wat het zou gaan worden. En dat is vaak het verschil met waar jullie zitten en waarom het zo jullie bedoel, hè, als je dit herkent, anders was je misschien niet meer aan het luisteren. Vaak weten mensen dus wel dat het een puinzooi is, dat je het zo niet meer wil. Maar heb je nog geen beeld van hoe je het wel wil hebben. Ik zeg ook altijd, het begint altijd met een visie die gebaseerd is op jouw waarden. Net als met een visie over de keuken en over de vloer en over de indeling. Want daar kun je naartoe blijven gaan. Een visie mis je ook. Maar die drijft je, die drijft je, die drijft je. Om het zo te zeggen. En dat is ook altijd mijn eerste taak. Om je daarmee te helpen. Maar ik wil daarmee zeggen. Het kan maar zo zijn. Dat juist als je het gevoel hebt dat het echt allemaal een beetje chaos is. Alle kanten op vliegt. Dat het komt omdat er eerst heel veel oude dingen afgebroken moesten worden die niet meer voor jou functioneerden. Misschien hebben ze ooit wel gefunctioneerd, waarschijnlijk wel.
En dat je het op gaat bouwen nu op een manier die echt bij je past. Die ervoor zorgt dat het leven nog leuker en mooier en zinvoller en betekenisvoller gaat worden. Zelfs als je in de 70 bent. Juist als je in de 70 bent. Maar dat voelt nu niet, want nu is het gewoon KUT. Waarschijnlijk. Helemaal als je nog moe bent. En ja, dat was het in de verbouwing ook. En in de wetenschap dat ik twee oogschijnlijk verschillende kanten heb. De ene is heel erg wil van het avontuur en de spontaniteit en geen sleur. Maar ik heb ook een soort van bijna autistisch deel in me die graag gewoon bepaalde routines en dingen houdt. En nou ja, je kunt je voorstellen in de verbouwingsfase was die kant die meer dat autistische heeft, die was nogal van slag. Want het was vaak anders dan gepland en moest continu schakelen. Nou kan ik dat wel goed, daar gaat het niet om. Maar maar nogmaals, ik wist waar het heen ging. Dus ik wil je ook zeggen, het zou maar zo een goed teken kunnen zijn waar jij nu in zit. Heb je nu misschien geen ruk aan. Maar waarschijnlijk ben jij, en als je dan kijkt ook naar die bussen, daarom zei ik, ik ga je zo meteen wat voorbeelden geven. Is je innerlijke opstelling van je innerlijke team aan het veranderen. Nogmaals, ik ga zo meteen naar wat concrete voorbeelden wat je misschien daarbij kan helpen. Ik wou nog wat zeggen, want ik werd net ook weer getriggerd door iets in mijn eigen hoofd. Ja, ik weet het niet meer, maar het maakt ook niet uit. Ik ga gewoon naar de voorbeelden. Want stel je voor, jij hebt bij jezelf gemerkt dat je er eigenlijk helemaal klaar mee bent om maar steeds te doen wat anderen van je verwachten. Of om de lieve vrede te bewaren. Of om voor anderen te zorgen. Anderen misschien zelfs te redden. Dingen over te nemen. Altijd maar degene te zijn die dingen ziet. Die een ander niet ziet. En nooit rust hebt. Altijd aan moet staan. En beschikbaar bent. En het houdt gewoon nooit op. Je bent altijd maar druk. En je hebt gewoon nooit tijd voor jezelf. Je wil het wel, maar er is altijd iets of iemand die iets van je wil. Ik noem maar wat, hè. Eigenlijk zou je kunnen stellen dat bijvoorbeeld iemands pleaser of innerlijke redder of verantwoordelijke kant heeft heel lang aan het stuur gezeten en de regie gehad. En op een gegeven moment gebeurt er iets, dan wordt het urgent of er is een groot verlangen, dat doet er voor dit voorbeeld niet zo toe. Maar je merkt, het kan gewoon niet meer zo. Nou, en dan krijg je, als we het hebben over verbouwing, dan zie je vaak dat er eindelijk ruimte komt voor een gezonde egoïst die al die tijd achter in jouw bus heeft gezeten. Ja, die pleaser zat aan het stuur en die gezonde egoïst zat achterin. Maar kijk mijn gezicht, die zat achterin en die zit achterin die bus en die hoort van ze doet allemaal dingen die ze niet wil. Ze zei dat ze tijd voor zichzelf ging nemen. Ze wilde het eigenlijk helemaal niet. Ze zegt niet wat ze vindt. Of gaat ze alweer iemand helpen? En gaat ze alweer haar eigen dingen aan de kant zetten? Is alweer de sigaar, zeg maar. Waar dat ook vandaan mogen komen. Ik noem maar even wat. Hè. Dus die baalt als een stekker. Want die zit achter in de bus. Die mag niet meedoen. Maar die is wel getuige van dit alles. En dat is wat er vaak gebeurt. Als iemand dan bijvoorbeeld heel moe is. Hè, of in een ontwikkelingsconflict komt. Zoals dat dan zo mooi heet in de psychologie. Dan kan het dus zijn dat in één keer een gezonde egoïst die schiet naar voren in die bus. Handen worden heel groot dan. En die gaat dikwijls aan het stuur zitten. Maar kun je je voorstellen dat een gezonde egoïst die al die jaren misschien wel je hele leven, zijn mond heeft moeten houden. Die heeft natuurlijk, die energie is gaan stapelen. Hè? Die heeft dat allemaal op kunnen bouwen. Dus er zit vaak heel veel woede en heel veel frustratie. Daarom zegt ze ook, dan wordt zo'n kant demonisch. Dan schiet die door. En als die gezonde egoïst doorschiet en aan je stuur zit, dan ziet hij allemaal dingen in één keer die al die tijd hebben laten liggen. Die gaat zich aan heel veel mensen irriteren. En misschien heel erg nee zeggen. Ik wil dat allemaal niet meer. En
alles ter discussie stellen. Misschien ja, wat eerder goed leek te zijn of goed genoeg leek te zijn. Die gaat dat nu allemaal ter discussie stellen. En relaties ter discussie stellen. En dat is heel vaak wat mensen ook verward. Omdat het de pleaser was, als het ware, of de redder, best wel extreem. Maar een gezonde egoïst die aan het stuur gaat zitten en die dus doorslaat en demonisch wordt, is net zo extreem. En een pleaser heeft een heel eenzijdig beeld en normen. Hè? Ik moet alles voor iedereen zijn en ik moet het oplossen en ik moet het gewoon doen en ik moet anderen niet kwetsen. Of straks vinden anderen wat van me. Iedereen moet mij aardig vinden of moet mij goed vinden of moet mij sterk vinden, whatever what. Hè? Dat is heel rigide en heel ongenuanceerd. Zeg ik dat wel goed? Ja, er zit geen nuance in. Het is nogal absoluut, dat woord, zocht ik. Maar een gezonde egoïst die aan je stuur gaat zitten, doet dat ook, maar die heeft weer andere normen. Die gaat in één keer mensen weren. En vaak zie je ook dat als een iemand jaren in een reddersrol heeft gezeten of een pleaserrol, die eigenlijk zoveel over zijn grenzen heen is gegaan, dat hij vaak ook vermoeidheid die er al die tijd al was, een soort van genegeerd heeft. Er overheen is gegaan op basis van wilskracht. Dus wat je ook vaak ziet, is dat als die pleaser het stuur niet meer in handen heeft en er komen andere kanten tevoorschijn, zoals die gezonde egoïst, dat iemand vaker ook achterkomt hoe moe die is. En dat bedoel ik eigenlijk een beetje. Je innerlijke team, die heeft een bepaalde opstelling gehad. Hè? Die heeft op een bepaalde manier in jouw bus is die opgesteld geweest. En blijkbaar heb je ergens een beslissing genomen, bewust, onbewust, of was het urgent. En is je hele bus aan het schudden. En loopt het allemaal door elkaar en proberen ze opnieuw een soort van modus te vinden. En vaak zie je ook dat het een soort dualiteit is, dat het een gevecht lijkt tussen die pleaser die zijn plek weer op wil eisen. En je snapt wel wat ik bedoel, denk ik. Hè? En waarom voelt het zo overweldigend? Dat voelt zo omdat je dan op dat moment waarschijnlijk nog steeds niet zelf aan het stuur zit. Want als jij dus net als die verbouwing weet hoe die keuken eruit ziet en de vloer en de indeling, je hebt in ieder geval een richting. De details hoef je echt nog helemaal niet te weten. Je hoeft zelfs niet te weten als je nu in een relatiecrisis zit of je moet blijven of moet gaan. Misschien is dit helemaal niet het moment om daar al een antwoord op te geven. Want wie in jou gaat dan het antwoord geven? En dan zie je dat als jij niet aan het stuur zit, dan gaan jouw kanten zich buigen over jouw vraagstuk. En dan vliegt het letterlijk alle kanten op. Want de ene kant die vindt dat je het niet kan maken om zo lang een relatie maar aan de wilgen te hangen. En straks dan maak je de verkeerde keuze. Of als je kinderen hebt, dan moeders zeggen dat vooral, dan maak ik het gezin kapot. En dan kom ik straks driehoog in een flat en vinden de kinderen fijn of schuldgevoel, verantwoordelijkheidsgevoel. Maar dan komt er weer een andere kant die zegt, ja, maar het wordt tijd om voor jezelf te kiezen. En je moet altijd alles alleen doen. En je gaat niet gelukkig worden. Of heel vaak is er ook nog een verliefdheid in het spel. Wordt het vaak nog wat ingewikkelder. Maar zo gaat dat heen en weer in jouw bus en in je hoofd. Dus hè, met al die kanten die er wel iets over vinden. Die hun zegje willen doen. Maar dat komt omdat jij op dat moment nog steeds niet de regie hebt. En hoe pak je de regie? Ja, dat is de hele kern van Mindshifters.nl en van mijn coaching ook. Hè? Dat is bewustzijn. Dat is weten waar je voor staat en weten waar je voor gaat. En dat gaat niet over exact weten wat je wil en weten wat je wil als het gaat om je relatie. Weten wat je wil over je leven. Ook nog niet dat je exact weet wat goed is voor jou. Maar het gaat wel om richting. Als jij weer aan het stuur gaat zitten en de richting bepaalt,
Jij hebt dan de regie, jij bent dan de leider. En dan zal jouw innerlijke team veel makkelijker in een opstelling terechtkomen die jou dient. Want het is een team wat jou faciliteert. En dat doet het onbewust ook. Klinkt een beetje gek, maar ook al heb je last van jouw innerlijke pleaser, is het niet voor niets dat hij aan je stuurt. Niet om jou dwars te zitten, maar je innerlijke pleaser bijvoorbeeld, of verantwoordelijke kant, of redder, die zit daar niet voor niets. Die heeft wel degelijk een functie en een intentie om het voor jou goed te doen. Maar het is gebaseerd op de normen en de regels en de ervaringen uit het verleden en van andere mensen. En daarom voel je ook het conflict. Dat als jij meer tijd wil hebben voor jezelf en autonomie bijvoorbeeld als waarde hebt, of vrijheid, of gezin, en tijd aan je gezin wil besteden, of aan je vrienden, of in het hier en nu wil zijn, maar jouw redder of pleaser zit aan het stuur, dan conflicteert dat. Ja, dan zie je dat die pleaser een functiebeschrijving heeft die helemaal niet past bij wat jij wil in het leven. Dus het belangrijkste is dat je weer richting gaat bepalen. En weet ook, als je nu in een fase zit dat je het allemaal niet weet, het hoeft niet meteen perfect. Dat is ook een deel van jou waarschijnlijk, dat het graag wil. Ik zeg wat Jantje Ongeduld of een pusher, of een kant die vindt dat jij het zou moeten weten. Hè? Of als jij het verlangen voelt, hè? Of de pijn, natuurlijk wil je dat het snel opgelost is. Natuurlijk wil je een antwoord geven. Als je in een fase zit waarin je niet weet of je door wil gaan met de relatie, dan wil je het liefst overmorgen al weten wat het antwoord is. Maar, ik wil zeggen lieverd. Maar lieverd, ja, dat was denk ik niet zo bij mij. Maar je hoeft niet alles nu al te weten. En het is een proces. Dat zeg ik ook heel vaak tegen mezelf. Het is een proces. En een proces waarin je echt heus ook op je bek zal gaan. Misschien, misschien niet. Gun jezelf het proces ook als er anderen bij betrokken zijn. Want natuurlijk wil je de ander niet aan het lijntje houden. Maar als je zelf nog vol met twijfels of hoedans zit, ja, hoe kun je dan een ander een antwoord geven als je die zelf ook nog niet helemaal scherp hebt? Gun jezelf ook een proces, zeg maar. En ja, wees ook niet zo streng voor jezelf. En als je het allemaal niet weet, ga dan gewoon eens voor jezelf kijken. Want als er bij mij, ik wijs even naar de stoel waar de meeste mensen op zitten, dan komen er eigenlijk al heel snel achter. Als je het gevoel hebt dat je heel veel niet weet of niks weet, of ja, het allemaal niet meer weet, dan kom je er vrij snel achter dat er heel veel dingen zijn die je al wel weet. En dat zijn de lichtpuntjes. Dat zijn de puntjes die je richting aangeven. Als je het allemaal niet meer weet, dan weet je in elk geval dat je erachter wil komen wat jouw belangrijke behoeften en waarden zijn. Dan weet je in elk geval dat jij heel erg de behoefte hebt aan wat meer richting. Aan helderheid, aan leiding, misschien innerlijke wijsheid. Misschien wel behoefte aan even rust. Aan opbouwen, om erachter te komen wat energiebronnen voor je zijn. Dat is ook weten. En in het niet weten, ja, ontstaan ook vaak dingen. Dat klinkt echt als zo'n wc-tegeltje, maar ja, dat is het nou eigenlijk wel. Nou, ik hoop dat het ergens heen gaat. Wat is nou de intentie van deze podcast en video? Nou, het belangrijkste is, er is hoop. En ja, als de hele boel chaotisch lijkt en onzeker, dat wil dus niet per definitie zeggen dat dat slecht is. Nu wel, want nu is het gewoon echt niet leuk om daarin te zitten. Maar vaak is dat wel een fase waarin je, als je het bewust doet natuurlijk in mijn beleving, de mogelijkheid om dingen op te bouwen op een manier die bij je passen in een volgorde en een tempo
die op dat moment voor jou goed is. En forceer jezelf niet. En natuurlijk, ik ben altijd, ik zeg ook altijd, ik ben coach, ik ben geen arts. Ik werk ook samen met huisartsen en ook wel bedrijfsartsen, omdat ik vind het vaak fijn als iemand bijvoorbeeld heel erg moe is, dat ik hoor dat diegene ook naar de huisarts is gegaan, omdat dat ja, ook even wat lichamelijke dingen uitsluit of juist niet. Hè. Dat kan natuurlijk ook. Ja, waarom ik dit wil zeggen? Omdat ik wil zeggen, ik ben een coach. Hè. En als het echt gaat om oververmoeidheid, om burn-out klachten, dan weten ook hè, dat ik doe heel veel burn-out trajecten, ook heel veel gedaan. Nu wat minder dan vroeger. Maar dat komt ook omdat ik mijn ja, doelgroep steeds scherper heb en steeds helder heb wat nou, voor nu voor mij de beste vraagstukken zijn. Maar ik mag nooit een diagnose stellen. Dus ik kan niet zeggen, jij hebt een burn-out. Natuurlijk kan ik zeggen, ja, wat je vertelt, dat lijkt op burn-out klachten. Maar een huisarts kan dat wel. Hè? Of in samenwerking met een praktijkondersteuner. En een huisarts kan bijvoorbeeld ook even je bloed analyseren om te kijken hoe zit het met waarden en dergelijke. Nou, dat zou ik nou wel even gezegd hebben. Mocht je dit luisteren, je bent hartstikke moe. Ja, ik hoop dat het je iets brengt, deze podcast. Hè, om het even samen te vatten. Hè, want het zijn verschillende onderwerpen. Maar dat is vaak zo. Want heel veel mensen zeggen, het is eigenlijk heel complex. Hè? Ja. Je ziet ook zo, als je bijvoorbeeld, daarom ben ik ook life coach en business coach. Net zo goed als mensen die voor business coach komen. Ik coach heel veel ondernemers, maar ook directeuren en afval, vaak in leidinggevende posities. Dan gaat het voor een groot deel ook over jou. En net als met life coaching, het is niet één vraagstuk vaak, hè? Of als, dat het over één levensgebied gaat. Als je last hebt van een sterke pleaser, dan voltrekt dat zich waarschijnlijk over al je levensgebieden heen. Om het zo te zeggen. Dus en vooral dat hele innerlijke team, al die verschillende kanten, dat maakt ook dat het voelt alsof het heel complex is. Heel veel mensen zeggen, ja, want ik weet niet wat ik wil met mijn relatie. En ik ben moe en ik kan niet goed voor mezelf opkomen. En ik weet niet meer of de vriendschappen, of die nog wel wat voor mij zijn. Dus het is heel veel en heel complex. En dat lijkt zo, maar als ik ga coachen, dan zie je dat er zo'n enorme logica is. Dat dingen zo logisch zijn waarom, ja, waarom er nu dingen spelen in je leven. Net als even, om het dan even misschien nog wat concreter, maar net als kun je je voorstellen dat als een gezonde egoïst naar voren komt, terwijl die jaren als het ware opgesloten heeft gezeten achter in je bus, die gaat niet alleen maar kijken, hè, want die heeft de primaire taak om te kijken en te zorgen naar jouw primaire behoeften en belangen en waarden. Die gaat niet alleen maar kijken naar jouw werk, hè, van is dat nog wel wat voor jou en nou, dat. Maar die kijkt ook naar jou van nou, je moederschap bijvoorbeeld. Hè? Van, moet jij je wel je zo opofferen? Die kijkt ook naar je relatie. Die kijkt ook naar je vriendschappen. Die kijkt naar allemaal patronen waarin eerder die pleaser bijvoorbeeld heel erg leidend was. En je gezonde egoïst gaat dat allemaal ter discussie stellen. Zo zie je al, want dat is natuurlijk ook de kern van mindshiften, dat een ander perspectief kan echt zoveel verschil maken. Dat kan alles veranderen. Ik zeg wel eens, de waarheid verandert al door er anders naar te kijken. Net als, misschien een beetje een gek voorbeeld. Vroeger werd aangenomen dat de aarde plat was. Maar op basis van die aanname heb je logische gevolgtrekkingen, zoals ze dat zo mooi noemen. En ja, alles is gebaseerd op het idee dat de aarde plat is. Maar op het moment dat ze erachter komen dat de aarde rond is, hè, of dat de zon niet om ons heen draait, maar wij om de zon, dan veranderen alle logische gevolgtrekkingen die eerder logisch leken, maar het niet meer zijn. Nou, ik weet niet of ik het nu heel abstract maak. Misschien wel, misschien niet. Misschien ben je al lang afgehaakt, dat kan natuurlijk ook.
ja, eigenlijk denk ik nu voor mezelf. Voor mij geldt in ieder geval dat als je in contact staat met... Ja, dat klinkt gek. In contact staan. Hoe kun je nou in contact staan? Moet je je missie even bellen? Hallo, missie. Ben je er nog? Nee. In contact staan met je missie. Nou, wat een afschuwelijke zin, zeg. hoe ga je dat zeggen? Soms voel je het even niet meer. Wat nou je waarom is en je missie. Waarom ben je hier op aarde? En hoe verrijkend het kan zijn als je dat wel weer weet. Daardoor gaan dingen ook kloppen. Het klopt weer. Je krijgt de energie en passie door. Dus nou, als ik dan even kijk van ja, wat kan jij daarin hebben en hoe kan jij dat doen? Ja, voor mij moet ik zeggen, dat is altijd mijn basis, mijn evaluatiepunt, mijn vertrekpunt. Dat zijn mijn persoonlijke waarden. Weten, ik weet wat mijn waarden zijn, maar ze ook weer voelen. En het weer betekenis geven en het even opfrissen. En dat bedoelde ik eigenlijk ook in contact komen met mijn waarden. Gaat ook over mezelf dat weer even herinneren. En door dat te doen, dan heb je ook weer je visie meer helder. Hè, je doel, je intentie, je missie daarmee. Dat zegt ze ook, als je nergens voor staat, dan val je overal voor. Ja, dat. En dat als je nu in een fase zit waarin je het allemaal niet weet, misschien hartstikke moe bent, overweldigd bent, het schiet alle kanten op. Het kan zijn, ja, dat het echt niet goed is, maar het kan ook zijn dat er juist heel veel in jou aan het herpositioneren is en aan het zoeken is naar een nieuwe modus. Misschien is het zo dat je helemaal niet een punt moet zetten achter je relatie, maar zijn jullie in een fase waarin jullie een nieuwe modus moeten vinden. Want de dynamiek die tussen jullie misschien functioneerde, nu niet meer. Ja, want je gaat een andere koers varen. Net als een bedrijf dat een andere koers gaat varen, die zal qua organisatie ook moeten gaan herorganiseren. En dat is ook een fase waarin veel weerstand ontstaat. Waarin mensen onzeker zijn, gedoe. Sommigen willen terug naar wat het was, anderen willen door. Er is even chaos, om het zo te zeggen. Maar het kan goed zijn. Maar ze zeggen ook, niet ze, maar ik zeg vaak, onrust is gewoon energie dat geleid wil worden. Dus het belangrijkste kernpunt, denk ik, ook van, goh, maar wat kan ik nou zelf doen? Ga je richting weer bepalen. Het kan op zoveel manieren. Ik heb er ook een korte cursus, omdat dat ook vaak is dat je dat moet kunnen doen in een fase waarin je misschien wel moe bent. Ik zet wel even die link hieronder. Dat kan door coaching. Dat kan ook zijn door lekker zelf even bezig te gaan en tijd voor jezelf te nemen en te erkennen dat dat nu je hoogste prioriteit heeft. Nou, ik hoop dat je er wat mee kan. Ik zou het echt super leuk vinden om te horen als mijn podcast iets doet voor je. Als je er iets uithaalt, als het je inzichten geeft. Misschien heb je wel erkenning of herkenning. Laat het me weten. Ik zou ook echt door jou heel erg geholpen worden. Ik heb jou ook echt nodig om te zorgen dat mijn podcast een steeds groter bereik krijgt. Daar heb ik jou voor nodig. Want er zit een heel algoritme achter. Dus natuurlijk de luistertijd. Alles is bepalend wat bijvoorbeeld Google of Apple of Spotify of YouTube doet. Hè? Van als het veel geluisterd wordt, dan zal het getoond worden bij mensen die er mogelijk ook iets aan kunnen hebben. Maar wat ik ook nodig heb en gewoon leuk vind, doe even een duimpje of abonneer je of geef op Spotify en op Apple, weet ik niet precies hoe dat moet, maar een review. Superleuk als je een tekstje bij schrijft, maar dat hoeft helemaal niet. Je kunt ook zo'n ranking geven. Dan heb je een aantal sterren, dus laat even weten hoeveel sterren je mijn podcast waard vindt. Dat is een hele kleine moeite voor jou. En Apple en Spotify vooral, die weten erdoor, oh, het wordt gewaardeerd. Dus we gaan kijken of er nog meer mensen geïnteresseerd zijn of waar die hier iets aan kunnen hebben. Dus als je dat voor mij wilt doen, ben ik je
super dankbaar. Nou, ik kan wel zeggen, het komt goed. Maar dat is ook vaak zo. Nou, dat. Ik wens je een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast.